Strenge veiligheidsmaatregelen vandaag rond het Europa League duel van vanavond tussen PSV en Legia Warschau. Er is een noodverordening van kracht in de stad om ongeregeldheden te voorkomen. Poolse fans zouden uit zijn op rellen. Ruim 1600 supporters uit Warschau komen op de wedstrijd af. Hier en daar was er een grimmige sfeer, maar dat leidde nog niet tot problemen. Volgens de politie was het vanmiddag rustig in de binnenstad en alles onder controle. Het is dit seizoen de eerste wedstrijd van PSV in de Europa League.